Blijdschap, maar ook zorgen nu collegezalen weer vol zitten. Want de vraag is of studenten nog wel bereid zijn zich regelmatig te testen. Sommigen doen het wel, heel pietje precies en anderen weer niet. Hè. Een buurt in Doetinchem is de overlast van terroriserende groepjes jongeren helemaal zat en wil dat de gemeente ingrijpt. De jeugd vindt het politiegebeuren ook leuk. Het is nu eigenlijk op bepaalde momenten echt een losgeslagen bende. Deze boom is een prima vervanger voor soja. Gelijk aan aminozuren, eiwitten, hartstikke gezond. Lupine kan voor een grote omslag zorgen in de markt van vleesvervangers. Goedenavond. Ook de laatste coronamaatregelen in het hoger onderwijs zijn losgelaten. En dat betekent geen mondkapjes meer en geen maximum groepsgrootte van 75 studenten. Om besmettingen tegen te gaan, wordt studenten nog wel gevraagd om zelf testen te doen. Want de zorgen die zijn nog niet weg. Het is heel erg fijn, ook om contact te hebben met je medestudenten. Nou, het is eigenlijk wel heel mooi dat we weer naar de collegezalen mogen. Toch zijn er ook zorgen om de drukte in de collegezalen. Daarom wordt er gevraagd je regelmatig te testen. Het duidelijke advies om 2 keer in de week een zelftest te doen. Heel veel van onze docenten en studenten zijn gevaccineerd. Maar dat sluit niet uit dat je toch positief kunt zijn en een ander kan besmetten. En als iedereen dat doet, dan maken we er een veilige omgeving van. Er zijn ook echt wel docenten en studenten die zich zorgen maken. En daarom hebben we ook voor niemand een verplichting om naar de campus te komen. Maar gebruiken de studenten de gratis zelftesten wel? Sommigen doen het wel. Doen het wel heel pietje precies en anderen weer niet. Hè? Dat doe ik zelf ook wel, voordat ik naar mijn ouders ga in het weekend. Wordt er veel zelf getest? Ik denk het heel eerlijk gezegd niet, maar ja, dat durf ik niet te zeggen. Daarom is de Algemene Onderwijsbond ook kritisch. Nou, wij krijgen signalen dat die testbereidheid heel erg laag is. Maar als die positief of vals positief uitslaat, weet je dat je meteen op dat moment jezelf moet isoleren, naar een testlocatie moet gaan en je afspraken af moet zeggen. Dus wat ik wel een beetje merk is dat mensen dat nog wel willen doen op het moment dat er een positief effect aankleeft. Van ik heb een feest, hè, iets belangrijks en het zijn mensen die je kent. De sociale controle is nul, want het is ontzettend not done om mensen daarnaar te vragen. Het is de vraag of er dus regelmatig getest gaat worden. Voel je onveilig, en dat wil ik vooral aan zowel studenten als medewerkers meegeven, bespreek het. Brandjes, geluidsoverlast, vernielingen en intimidatie. Al 1,5 jaar hebben bewoners van de wijk Overstegen in Doetinchem er last van. Ze zijn de overlast door verschillende groepen jongeren meer dan zat en zijn daarom een petitie gestart. Ze willen dat de gemeente ingrijpt. Dit gaat gewoon alle grenzen ver over. De overlast van jongeren in de wijk Overstegen moet afnemen. En daarom gaan buurtbewoners Astrid en Ellie langs de deuren met een petitie. Goedemiddag, hallo. Als het goed is hebben jullie een brief ontvangen over de handtekeningenactie die wij willen starten. Wij hebben nu een petitie gestart met name om duidelijk te maken aan de overheid en aan de betrokken professionals dat het zeker niet gaat om een 3-tal buurtbewoners, dat het echt leeft in de wijk en de impact op de bewoners om dat duidelijk te maken. 2 maanden geleden ging er nog een papiercontainer in vlammen op en was op een van de muren van de school de tekst "Pak ons dan" te lezen. De gemeente plaatste daarop camera's op het schoolplein, maar volgens buurtbewoners is er nog steeds overlast. De jeugd vindt het politiegebeuren ook leuk. Het is nu eigenlijk op bepaalde momenten echt een losgeslagen bende. De SP vindt het tijd dat de Doetinchemse politiek actie onderneemt en denkt zelf ook mee in oplossingen. Nou ja, de jeugdtoezicht die misschien wat vaker toch de jeugd aanspreekt en aanspoort om toch andere stappen te zetten dan dat ze nu doen. Ja, en dan toch zien dat je toch een beetje de criminaliteit buiten het plein houdt en de omgeving houdt. Een wijkbeheerder, een buurtvader, een jeugdtoezichthouder. Het maakt niet uit welke naam de functie heeft, maar wel dat er weer dat er begrensd gaat worden. De petitie met daarin concrete voorstellen om tot een oplossing te komen wordt komende donderdag aangeboden aan de gemeenteraad. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel. We doen ons best. Dankjewel. Dankjewel. Komen buitenlandse toeristen ooit weer massaal terug naar Gelderland? En hoe ziet de toeristische sector er over een paar jaar uit? Over die vragen is vandaag volop gediscussieerd tijdens de Nationale Toerismetop in Winterswijk.
Voor veel ondernemers in Gelderland geldt dat ze een goed jaar hebben gehad. Ik heb zelfs ondernemers horen zeggen het beste jaar ooit. Die ondernemers hebben geprofiteerd van het feit dat veel mensen in eigen land vakantie hebben gevierd. Maar anderen hadden dit jaar nog veel last van de coronamaatregelen. Denkt u ook aan de zakelijke markt? En dan niet alleen de individuele zakenmensen, maar denk ook aan de vergader- en congresmarkt. Die zakelijke reiziger waar men het over heeft, dat die weg is gebleven. Heeft u daar ook wat van gemerkt? Ja, zeker. Dat is een duidelijk ja. En het goede nieuws is dat we heel langzaam weer merken dat ze nu terugkomen. Maar de sector is nog lang niet op het niveau van voor corona. En hoe dat te veranderen, daar ging het over vandaag. Tijdens de Nationale Toerismetop in Winterswijk. Er wordt vooral ingezet op duurzaamheid, digitalisering en overheidssteun. Het is echt zaak dat we met elkaar werken. Vandaag ook daarover in gesprek gaan. Hoe gaan we zorgen dat er duurzaam herstel plaatsvindt, zodat Nederland ook over 3, 5, 10 jaar gewoon een lekkere, vitale en fijne bestemming is om op bezoek te komen. Zometeen logistiek. Wat weten jongeren daar eigenlijk van? Veel showen, veel plannen en zo. Om nieuwe mensen te krijgen wordt de bedrijfstak gepromoot. In Gelderland zijn de afgelopen 5 jaar 57 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. En dat blijkt uit cijfers van het CBS. 25 vrouwen en 32 mannen zijn om het leven gekomen. In heel Nederland worden vrouwen veel vaker vermoord door hun partner of ex-partner dan mannen. Bij mannen is het relatief vaak een kennis. Is er geen connectie of is de dader nooit gevonden? De brandweer heeft vanochtend een hybride auto die in Druten in brand stond meegenomen naar de kazerne om daar het vuur helemaal uit te krijgen. Hybride auto's die hebben een accu en dat maakt het blussen moeilijk. De auto werd daarom in een container met water geplaatst. En daar moest hij enkele uren in staan om zeker te zijn dat het vuur gedoofd was. De oorzaak van de brand is niet bekend. De A2 is een van de belangrijkste verkeersaders in ons land. En een groot deel van die snelweg die loopt tussen Deil en Empel. Waar dat nu nog een driebaansweg is, moet daar nog een rijstrook bij komen. Als het aan Den Haag ligt. Bewoners van het dorp Waardenburg die maken zich grote zorgen om hun leefbaarheid en hopen dat de gemeente voor ze opkomt. 2330 mensen wonen er in Waardenburg. Veel van hen ervaren overlast van de snelweg. Maar de groep die zich het meeste zorgen maakt over de uitbreiding zijn de bewoners van de walwoningen. Zij wonen dus in de geluidswal van de A2. Wat zouden jullie nou willen hier in Waardenburg? Dat we gezond, veilig en een goed leefklimaat hebben. Waardenburg ligt prachtig centraal in Nederland en is goed bereikbaar. En dat is gelijk het nadeel. Want de snelweg wordt dus waarschijnlijk verbreed. Er gaan meer goederen- en personentreinen over het spoor rijden en op de provinciale weg staat vaak file. Wethouders van de gemeente die aan de A2 liggen hebben een brief gestuurd waarin ze de minister om een aantal aanpassingen vragen in de plannen. Maar die brief was niet fel genoeg. Dat vindt de gemeenteraad en het platform. Ik vind dat hij zich te zeer laat leiden door grotere machten. Met name de provincie en de landelijke overheid. Hij zou als wethouder zich sterk moeten maken voor de gemeenschap van Waardenburg en van West-Betuwe. Want ook al hebben ze allemaal een andere pet op in dit proces, het doel is hetzelfde. Ja, dat steunt alleen ons in de verdere onderhandelingen die nog gaan komen. Het is niet duidelijk in hoeverre projecten als deze een rol spelen tijdens de kabinetsformatie. Dat bewoners zich daar druk om maken, dat is terecht. Die leefbaarheid moet natuurlijk wel worden gecontinueerd. Zoals we dat nu kennen, dat moet niet minder worden. We kennen in Nederland een aantal vergeten groenten, zoals pastinaak en schorseneren. En de lupine is daar ook een van. In onze provincie zijn er een paar akkerbouwers die deze peulvrucht weer telen. Volgens liefhebbers kan de lupine voor een grote omslag zorgen in de markt van vleesvervangers. Ik sta hier midden in het lupineveld, eten van de toekomst. Deze peulvrucht wordt al sinds de oudheid geteeld in Noordwest-Europa. Maar na de Tweede Wereldoorlog en het Marshallplan zijn we hem uit het oog verloren. Alles ging om melk, om vee, om mais. En nu is dit weer een opkomst. Op deze biologisch dynamische akker in Randwijk wordt sinds een aantal jaar weer lupine geteeld. Volgens de kennis kan de eiwitrijke peulvrucht voor een omslag zorgen binnen de markt van vleesvervangers. Deze boom is een prima vervanger voor soja.
gelijk aan aminozuren, eiwitten, hartstikke gezond. En hij kan hier in Nederland geteeld worden. Dus hoe mooi, hoeven we niet meer soja van ver te importeren. Maar we eten hier gewoon ons eigen voedsel. En volgens liefhebbers is de lupine meer dan alleen een vleesvervanger. Het is een veelzijdig stukje groente. Je kan er soep van maken, je kan er dips van maken. Ik heb hier bijvoorbeeld dipjes gemaakt met doperwten, met wortel, met gekarameliseerde ui en met biet en geitenkaas. Ik kan er ook hele lekkere toetjes mee maken. Dus voor mijn cateringbedrijf kan ik hier echt heel veel mee. De lupineteelt in Nederland is tot nu toe nog marginaal. Dit jaar werd er in totaal 35 hectare geoogst. Volgend jaar moet dat worden verdubbeld. En daar gaat deze oogst uit Randwijk bij helpen. Dit is het saaizaad voor volgend jaar. Super belangrijk en super essentieel voor een geslaagde teelt volgend jaar. Dus goud. De logistieke sector kan moeilijk aan nieuwe mensen komen. Om de bedrijfstak te promoten is er de komende 3 weken een campagne op Gelderse scholen. Want veel scholieren die hebben eigenlijk geen idee wat het precies inhoudt. 3, 2, 1. Burgemeester Bruls opent de logistieke roadshow in Nijmegen. De leerlingen maken via allerlei spellen kennis met diverse aspecten van logistiek. Zo mogen ze een planning maken voor artiesten op een festival. We hebben uitgerekend hoe lang artiesten van naar een festival moeten van een ander land. Wat kwam er allemaal bij kijken? Heel veel. We moesten heel veel rekenen en kijken hoe snel een voertuig gaat en het CO2-uitstoot. De burgemeester denkt ook mee. Maar logistiek heeft heel veel kanten. Hè. Dat is niet alleen maar een vrachtwagen die moet rijden. Dat zijn niet alleen maar pakketjes die vervoerd moeten worden. Maar het moet ook bedacht worden, er moet gerekend worden, je moet dingen plannen. Er is ook een escape room waar de leerlingen via logistieke vragen uiteindelijk de code moeten kraken. Het beeld dat leerlingen hebben van logistiek verandert wel door deze dag. Transport, veel sjouwen, veel plannen en zo. Ik ben nooit echt goed geweest in plannen, maar deze dag is al leuk. Een oud gezegde luidde altijd, zonder vervoer staat alles stil. Zonder logistiek gaat er natuurlijk helemaal niks. Lijkt het je wel wat om misschien later iets in logistiek te gaan doen? Nee, totaal niet. Nee, wat wil je dan? Ja, bij de politie. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dan gaan we naar het weer. De nazomer die maakt langzaamaan plaats voor herfstweer en het blad. Dat ligt er al. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De wind zwakt af en lokaal vormt zich wat nevel of mist. Op de koudste plekken wordt het net iets onder de 10 graden. Morgenochtend is het vrij zonnig met slechts af en toe wat wolken. En in de loop van de middag wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Er staat niet veel wind en het wordt maximaal 18 graden. Kijken we even vooruit. Na morgen wordt het wisselvallig. Donderdag verloopt grotendeels droog. Alle andere dagen valt er zo nu en dan wat regen. De bewolking overheerst met nog maar een kleine kans voor een zonnetje. Ook waait het af en toe fors. Tot zover deze uitzending. Meer nieuws op onze app en site gld.nl. Mooie avond verder.